Mijn beste vrienden, het is goed dat wij niet alleen staan in de mening dat het ministerie van GBW niet goed functioneert, of beter gezegd, slecht functioneert, of nog beter gezegd, ruimte geeft aan een aantal dieven, boeven en bedriegers om hun slag te slaan, terwijl eigenlijk de verantwoordelijke minister toekijkt. Steeds wordt er zogenaamd achter de feiten aangelopen en weet men niet wat er is gebeurd. De schuld ligt bij de verschillende grondinspecteurs die verkeerde informatie doorsturen naar de minister. En de minister Worstwijk van grondbeleid, die moet steeds achter die feiten aan lopen, aan rennen. En dat gaat niet zo goed, want die pruik kan wegwaaien. Beste vrienden, ik zeg u, dat ding van ons is een gevaarlijk lastig ding. Want altijd al is ministerie van Grondzaken een probleem. En ik kan u zeggen waarom, als u denkt weet u het ook. Grond betekent geld. En geld trekt dus dieven aan. Leugenaars. Oplichters. Beste vrienden. Denk niet dat het alleen aan de kant is van de ABOP dat die oplichters tevoorschijn komen. Nee. De oplichters hebben elke kleur. Het zijn net agamas. Ze nemen elke kleur van de omgeving aan. Zo is ook onze beroemde landrover in problemen gekomen. En het heeft aan hem, toen er een opmerking gemaakt werd in DNA over een heel ander ding, heeft het aan hem de uitspraak ontlokt. No carmi kauloning. Begrijp je? Ik mag het niet hard meer zeggen. No carmi ning. Beste vrienden, dat heel ministerie stinkt. En het is niet alleen dat ministerie dat stinkt. Gaat u kijken, gaat u dieken. Alles stinkt. Maar dit ministerie komt steeds weer in het probleem, omdat die zaken duidelijker en sneller naar boven komen. Zo schijnt deze mevrouw allerlei vreemde zaken gedaan te hebben met het Sabaku-project. U weet het Sabaku-project. Dat is dat geweldige man verkaveling waarbij verschillende mensen delen hebben gekregen. Anderen hebben met stichting dit en stichting dat en die jongens hebben hun slag geslagen. De president heeft toen gezegd, ik wil alle stukken hebben. Hij heeft die stukken nooit gekregen. De president heeft mijn leemtakkie. Hij heeft ze nooit gekregen. Waarop dat ministerie is trouwens niet alleen die mevrouw met haar pruik, de baas, mevrouw Worswijk, maar de fractieleider NVP, Ronnie Brunswijk, is de baas. Jazeker, en hij laat het weten ook. Het is een autoritair mannetje en iemand die zichzelf graag ziet in de power. Ik doe dit, ik doe dat, ik doe zo, ik doe zo. Hé, hey, takala. Amai taa Burkina verkeerde zeva wagi. Maar hij verwacht wel dat die Burkina rechts gaat. Maar die Burkina gaat. Beste vrienden, dat hele ding is een tingi tingi ding. No. De man sorta man. Of de inspecteurs die stoute dingen gedaan heeft, is opgesloten. En die jongen heeft de naam genoemd van
degene die zijn naam zelf heeft bezoedeld en het begint met Yogi. Put, 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 put. En Yogi heeft zijn handen ervan afgetrokken. Maar hoe komt het dat die jongen Yogi heeft genoemd? Heeft Yogi daar zaken? Of is Yogi gewoon een man? Ik heb het u eerder gezegd, ik ga het nog een keer zeggen. Yogi is een man die voorkennis heeft. Van gronden, van zaken, van persoon, van het hele ding. Elk district schijnt Yogi een neus te hebben van waar dat ding nou precies zit. Dat is het. Iemand heeft het gezegd in DNA. Ach, ik ga die man zijn naam niet noemen. Maar deze man weet dat ding te vinden. Laten we even teruggaan naar GBB. Want het schijnt dat die jongeman die nu is opgesloten, een relatie heeft gehad met Yogi. Beste vrienden, die tak relatie en die tak Yogi, dan weet ik het niet hoor. Ik weet niet wat voor relatie dat is, want volgens mij had Yogi ook iets met geiten of zo. En ik weet niet wat die relatie is. Dus laat me mijn mond houden. Ik weet het niet. In elk geval is die ene jongen opgesloten. Hij heeft Yogi zijn naam genoemd. Yogi is vrij. Die jongen is opgesloten. En zijn moeder bedelt nu dat hij wordt vrijgelaten. Want dat boy doet een studie. Enzovoort, enzovoort. En hij komt in een probleem. Mijn beste vrienden, zo werkt het recht niet. Sorry. Zo werkt het recht niet. Want als het zo werkt, dan kunnen we net zo goed al die mensen, vooral die grote jongens die gediefd hebben, kunnen met hun hand zwaaien, witte handdoek in de ring, de een en de ander. Hé, hey, beste vrienden, het werkt niet zo. Ik heb natuurlijk begrip voor die mevrouw. Maar, ja, ik heb ook begrip voor Van Tricht. En zijn moeder heeft ook gezwaaid. Hola, ik ben Van Tricht en mijn zwaaien aan witte, witte kot, witte katoenen onderbroek. Dat hoe liep mijn boy, hoe liep mijn boy, hoe liep mijn boy. Maar niks, hoe liep mijn boy, want dat boy doet een hogerie. Een uitspraak moest kon eten. Maar beste vrienden, nog iets anders. En die keri is zeg maar ruim 200 hectare weggegeven, verschoven naar een andere eigenaar. Hè? 200 eigenaar van de stalweide blok 3. Harriet Ramdien is boos geworden en begon te schreeuwen. En hij heeft ook een video. En president, dat ding moet ophouden. En wat heeft de president gedaan? President is op zijn achterbenen gaan staan. En hij heeft gezegd, terugdraaien die handel. Terugdraaien. En ik wil alle stukken hebben van dat hele ding. Dat hele ding moet hier terechtkomen bij me. Die was sap suma ji, suma no ji, sortu grootinspecteur ben de bezig. Nu was het alles aan niet. En de man zijn fout. Schrotter ding. Goed zo, president. Hé, hey, dank. Chani heeft ineens ballen. Maar dat komt omdat het gaat om Nikeri. En natuurlijk om een aantal verschrikkelijke lelijke dingen die gebeuren. En met de verkiezingen, als ze er komen. In het vooruitzicht kan je geen fouten maken met dit soort dingen. Want die fouten ga je... ga je echt een probleem geven. Nou, wat is gebeurd? Volgens Ramdien moet de VP Ronnie Burgerswijk opdonderen uit Nikeri. Hij heeft daar niks te zoeken. Nikeri is voor Nikerianen. Hé, hey, lieve mensen. Ja. Suriname is voor Surinamers. Hoe kan je zeggen Nikeri is voor Nikerianen? Dat is een fout uitgangspunt. Maar geeft niet. De president heeft gereageerd en hij heeft goed gereageerd. En hij heeft nog een maatregel genomen. En die maatregel die zegt: alle directeuren
van het ministerie GBB. Die worden eigenlijk onder curatele gesteld. Want die president gaat zijn eigen directeuren plaatsen om die zaken te monitoren. En dat gebeurt niet alleen bij GBB. Nee, dat wordt de nieuwe norm. Al die parastatalen gaan onder controle vallen van, zeg maar, een gigadirectoraat. Die dingen gaan worden bestuurd van boven, van de zijkant. Beste vrienden, Adjerslikki, president Eleri, herinnert u zich nog dat we het vanuit deze plek ooit gezegd hebben dat we al die RVC's van alle parastatalen kunnen opdoeken en één unit maken waarin elk parastataal bedrijf wordt bestuurd en gecontroleerd? U weet dat nog? Anders moet u die video opzoeken. Maar goed, dit is een beetje anders. Want Ronnie Burns zou ik even zeggen, ik pik dit niet. Ik pik dit niet. De president gaat geen baas komen spelen op GBB. Nee man, de president gaat geen baas komen spelen. En moet tegen je wat zijn? Ik denk, Ronnie denkt, de president gaat nergens baas komen spelen. Nergens. Want zijn mijn ministeries. Meneer Burns, geen enkel ministerie is van jou. Net zo goed als geen enkel ministerie van de president is. Of van de VHP is. Dat hele ding is van het Suriname dat we met z'n allen moeten besturen. Zodat we kunnen praten over vooruitgang en ontwikkeling. En ik moet eerlijk zijn, maar de vicepresident, terwijl u bezig bent de stoelen onder de president vandaan te zagen, de stoelpoten onder zijn billen vandaan zaagt, zijn er een heleboel dingen bezig. En vragen we ons al die tijd af of u wel precies weet waar u mee bezig bent. De volgende vraag voor de volgende video. Wilt u echt president worden? Meneer Brussel. Wilt u echt president worden? Of is vicepresident het hoogste wat u ooit bereikt hebt en zal bereiken? Ik weet niet, mensen praten. Ik laat die vraag even voor later. Maribo groet u tot een ander moment.